Goedenavond, welkom bij Noord Vandaag. Generaties zijn opgegroeid met dit fenomeen. Ja, veilig is het lang niet altijd. Bianca Haping van het brandwondencentrum in Groningen vertelt wat er moet veranderen. En Ronald, je bent vandaag aan de knallen geslagen. Ja, dat is 30 jaar geleden trouwens, dat ik met een kabitbus in de weer geweest. Maar die ging niet helemaal goed. Nee. We gaan het zien. Aan het eind van de uitzending hebben we een nieuwe quiz, namelijk Wel is dit? En Bart, we hebben onze verkiezing Groningen van het jaar. Precies, de kandidaten zijn bekend. Ik ga ze zo voorstellen. En stemmen kan al beginnen. Juist, dat straks maar eerst. Vakbond FNV dreigt met een staking in het busvervoer. Buschauffeurs klagen over de groeiende werkdruk. Zo zouden de rittenschema's zo krap zijn dat er geen tijd is voor een plaspauze. Vorige week reden de chauffeurs als protest met een Dixie achter een bus. Als er voor 2 januari 12 uur 's middags niets is veranderd, dan rijden er op 4 januari in het hele land geen bussen in het streekvervoer. Een uniek kunstje van schilder Henk Helmantel uit Westeremden. Hij maakte een kopie van een van zijn oude werken. Helmantel had het schilderij toebedeeld aan 2 tentoonstellingen tegelijk. 1 in Gouda en 1 in Taiwan. Omdat er maar 1 exemplaar van is, besloot hij zijn schilderij uit 2000 na te maken. Met succes, want nu is deze op 2 plekken tegelijk te bewonderen. Het origineel maakt de lange reis naar Taiwan. In Gouda hangt straks de unieke, splinternieuwe kopie. En dan gaan we naar onze verkiezing Groningen van het jaar, Bart. Precies, ja, want na 1800 nominaties van onbekende tot bekende Groningers, ja, van familieleden en buurmensen tot, ja, bekende Groningers, is er een top 3 uitgekomen. En dit zijn ze, de kandidaten voor de Groninger van het jaar. Dit jaar. Met allereerst Janine Abbring. Wij kennen haar natuurlijk als presentatrice van RTV Noord. Maar dit jaar werd ze landelijk nog bekender, zou ik moeten zeggen, met zomergasten, de avondvullende talkshow. Bovendien won ze een televisiering met Zondag met Lubach. Daar zit, ja, ze in de redactie. Max Holthausen, 18 jaar, is eigenlijk nu al een grote innovator. Zorgde ervoor dat de zuinige Tesla, die 400 kilometer op een tank raakt, met een waterstoftank maar liefst 1000 kilometer op een lading rijdt. Die is ook genomineerd. En dan hebben we Freek de Jong, een echte Groninger, geboren in Westernieland. Ja. Kennen we als cabaretier, maar was dit jaar vooral ook aardbevingsactivist, met onder meer een petitie en een protestlied, en zette daardoor de aardbevingsproblematiek goed op de politieke agenda. Ja, nou, we hebben even kort op een rij gezet wat Freek de Jong afgelopen jaar allemaal voor Groningen heeft gedaan. Volgens de jongen zijn de gevolgen van de gaswinning het grootste naoorlogse schandaal van ons land. En dus keert Freek terug naar onze provincie om actie te voeren met onder meer optredens in dorpen in het aardbevingsgebied. Nou, het feit dat hij gewoon de moeite neemt om hier naartoe te komen en ook nog een beetje Gronings zingt, weet je wel, dat vind ik echt ontzettend leuk. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen brengt hij het leed vaak onder de aandacht in de landelijke media. Toen hebben ze eigenlijk een week later die gaswinning verdubbeld naar 54 miljard kuub. Ook maakt hij een protestlied met Groningse artiesten. Dat lied spelen ze samen in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Er stoot een jorenlaak op eerdgas. Er ging ons goud en niks kon erop. Hij schrijft het manifest Laat Groningen niet zakken. De bijbehorende petitie wordt ruim 200.000 keer ondertekend. En Freek de Jonge biedt hem aan bij het bezoek van premier Rutte. Ja, Freek de Jonge had hij vanavond graag aan tafel gezeten. Maar dat lukt niet, want hij treedt vanavond op in de stad Schouwburg. En dus zochten wij hem vanmiddag op. Nou, grote eer, grote verrassing. Dit was ook mijn Groningenjaar, dat kan ik niet ontkennen. Ja. En als daar dan deze bekroning op volgt, dan hoop ik dan ook daarin weer mee te kunnen nemen alle mensen die mij ongelooflijk gesteund hebben. En heel direct, mijn 4 dames. Dat zijn Annemaria Heijten en Suzanne Top en Jenny Valk. En natuurlijk Hella, mijn vrouw. Op die mensen hoop ik dat er ook iets van de eer afstraalt. Heel veel mensen hebben u genomineerd. Hè? Als u zoiets hoort, wat doet dat met u? Ik sta heel erg open voor blijken van waardering. En dat motiveert mij ook altijd om door te gaan. En ik krijg er energie van. Dus in die zin is het heel positief. Dat je direct met mensen in contact komt die gedupeerd zijn.
die strijdbaar zijn. Mensen die eigenlijk hun energie kwijt zijn. Mensen die enorm gefrustreerd zijn omdat men niet wil begrijpen wat er aan de hand is. Die persoonlijke ontmoetingen die hebben mij het meeste gedaan. Ja, later deze week hebben we ook portretten van de andere genomineerden, Janine Abbring en Max Holthuizen. En er kan dus gestemd worden via onze site en onze app. Dan gaan we naar een stukje sfeer, Bart, op de Grote Markt. Een stukje sfeer op de Grote Markt. Ja, deze kennen we, hè? I Amsterdam. Daar maakt Amsterdam al een tijdje furore mee. Toeristen gaan er massaal mee op de foto. Ik heb het al eerder op deze plek gezegd. Winschoten, die doet dat ook op het busstation. Daar staan ze al een tijdje, die grote letters. Ik heb even op Google gezocht. Er worden inderdaad heel veel foto's van gemaakt. Dus dit werkt wel. Ja, en dan denkt provincie Groningen, dan blijven wij niet achter. En daarom is er sinds vandaag, hij staat nu op de Grote Markt in Groningen, maar een grote oranje G, de G van Groningen. Een selfie-toestel, maar ja, ook een beetje een speeltoestel, zoals je hier kan zien. En ja, de bedoeling is dat iedereen hier lekker fanatiek mee op de foto gaat. Hij is heel erg beweegbaar, dus hij blijft niet bij de ijsbaan op de Grote Markt staan, maar kan overal in de provincie worden ingezet voor de nodige selfies. Oké, dankjewel Bart. Dan gaan we naar een traditie toe. Karbiet schieten. Elk jaar, weer aan het eind van het jaar. Maar hoe doe je dit nou zonder in de problemen te komen? Daarvoor is de BOK-campagne in het leven geroepen. En dat staat voor bewust oplettende karbietknaller. Nou, Bianca Habing van het brandwondencentrum van het Bettineziekenhuis in Groningen. Vanwaar deze campagne? Heel in het kort. Een paar jaar terug veranderde het vuurwerkbesluit. Mocht je overdag geen vuurwerk meer afsteken. Wat zagen we? Er werd veel meer karbiet geschoten. Met alle gevolgen van dien. We zagen in één keer veel ernstige brandwonden ten gevolge van karbiet. Ja. Yeah. En er zijn heel veel vuurwerkcampagnes, maar er was eigenlijk niks voor karbiet. Dus we zijn in gesprek gegaan met de veiligheidsregio's. In Drenthe heeft het een ESCO-staat. Er zijn bij Groningen de mensen erbij gestaan. Koppen bij elkaar gestoken. En zo zijn we in plaats van wie is de Bob, zijn we teruggekomen wie is de Bok. En daarbij staat er de Bok voor bewust oplettende karbietknaller. Ja. Dus eigenlijk op het moment dat jij wilt gaan karbiet schieten en je vraagt bij je gemeente een vergunning aan, dan krijgt de vergunning zeggen oké, dan ben jij de Bok. Met andere woorden, we kunnen met jou in gesprek, dat jij degene bent die gewoon een beetje de kop erbij houdt en oplet dat het veilig gaat. Maar zal ik het helemaal omhoog houden, Frederik, dat je ook weet wat karbiet is? Ja, ik weet wat het is, Rob. Maar dit is dat dus, hè, karbiet, hè? Met dat typische gasgeurtje eraan. Ja. Ja. Even terzijde. Ja, dat is een mooi rol. Ja, heel goed. Ja. Nu hebben jullie een aantal tips op een rij gezet, zodat mensen veilig karbiet kunnen gaan knallen. Nou, dit zijn de tips. Nou, die begint met bereid je goed voor. Ja. Hè? Zo zie je. Bereid je dus informeer. Ja. Ja. Maar die voorbereiding was niet zo goed volgens mij. Nee. Informeer bij je als je karbiet gaat schieten. Dus informeer bij je eigen gemeente hoe het zit. Want heel vaak moet je een vergunning aanvragen of een ontheffing. Dus zoek even uit hoe dat zit in de plaats waar jij wilt gaan karbiet schieten. Ja. Was ook iets voor jou geweest, Ronald, maar daarover straks meer. Ja? Andere tips. Tip 2 is bescherm jezelf. Dus op het moment dat jij wilt karbiet gaan schieten, zorg dat je daar gehoorbescherming hebt. Ja. Een veiligheidsbril, handschoenen, zodat als het misgaat je goed beschermd bent, Ronald. Ja, nee, ik heb het al gehad. Ja, heel goed. Andere tip, zorg voor goed materiaal. Dus zorg dat je schiet met een bus die stevig is. Zorg ook dat de bus op een bok staat. Dat is ook weer een verwijzing naar de bok, zodat hij niet weg kan schieten. Dus ja, eigenlijk test dat maar van tevoren. Maar nu klinkt het allemaal heel erg logisch. Misschien wel een beetje betuttelend. Ik bedoel, iedereen weet toch wat je moet doen om een beetje veilig af te steken? Nou, het grootste gros weet dat gelukkig. Want er zijn natuurlijk wordt ontzettend veel karbiet geschoten. Maar wat je ziet, het is niet iets waar je ergens een boekje vindt hoe je het moet doen. En op het moment dat jij zegt, denk even aan deze 5 regeltjes die eigenlijk iedereen wel kan gaan bedenken. Dat helpt vaak toch om een bewustwording eigenlijk in gesprek te gaan. God, denk even na. Want je kunt er inderdaad heel lacherig over doen. Je ziet ook wel van die filmpjes op YouTube. Zo'n heel groepje lachen. Ja, totdat de gevolgen levenslang zijn. Ja. Je bij ons op brandwondencentrum komt. Of ernstige gehoorbeschadiging oploopt. Of nog erger. Dan denk je, had ik daar maar even bij nagedacht. Ronald, heb jij dat vandaag gedaan? Nou, bij nagedacht? Ik heb daar vandaag niet bij nagedacht. Ik heb trouwens karbiet dus gekocht. Ik wist trouwens niet eens dat het gewoon... Weet jij waar je karbiet haalt? Is een karbiet? Het is gewoon te koop bij de agrarische groothandel. Daar ben ik vandaag ook geweest. Trouwens, dat karbiet heeft natuurlijk een hele andere oorsprong. Vroeger werd het gebruikt bij verlichting.
maar ook om mollen te verjagen. Ja. En dan werd dat gewoon in zo'n mollen gaan gegooid. Er werd een pak water op gedaan. Dan krijg je al dat gas. Of die mol die ging hartstikke dood. Of hij rende snel naar de buurt toe. Dus dat is de oorsprong van kabit. Ja, en nu wordt dat dus gebruikt om te knallen. Nou, ik heb vandaag dus dat gebit. Karbit. Bij de agrarische groothandel. Nou, en dit is dus karbit. Dat zit. En deze ton, 100 kilo in totaal. Ja, en Hans is een beetje de kabit-specialist. En ook de verkoper. En hij weet er alles van. Dit is het, hè? Ja, dit is kabit. Ja. Gewoon steen. Ja, het wordt gemaakt. Karbit haal je niet uit de grond of zo. Het is een kalk en een steensoort. Die gaan ze samen maken. En als je het nat maakt? Eenmaal op spuug, eenmaal een beetje water erbij. En dan komt de acetyleengas vrij. En daarmee kun je knallen. Oké. Okay. Nou, ik ben er inmiddels helemaal klaar voor, hoor. Karbit, folie, een blik en water. Ik zou zo zeker van, we gaan knallen. Water erop. Oh, ja. Oeh, dat is lekker. Folie, rekkertje erom, hebben ze mij verteld. Oordopmap op voor de veiligheid. Bril op voor de veiligheid. Waar is Adam? Kijk even, hier. Ja. Ja, moet zo, ik laat dit over aan de specialisten, denk ik. Voor mij is dat veel beter idee. Ja. Maar ja, dat komt met folie zijn ze. Dat doen ze ook met plastic zak. Hoe zat er overheen? Dat weet ik verlang niet. Maar ik begreep dat de mengverhouding verkeerd was. Ik heb een beetje te veel water erop gehoord, volgens mij. Ja, ik heb trekken vrij veel op met Siske Klaas. Dus, adviseur gevaarlijke stoffen. Ik bewijs het ook niet van mezelf. Maar ik heb inderdaad heel goed begrepen dat je de mengverhouding goed moet. Want anders zag je heel veel roet. Ja. En een enorme steekvlam. Ja. Kijk, je hebt nu geluk aan. Hè? Je schoenen, het is allemaal goed afgelopen. Maar je kunt je voorstellen... Als het net iets hoger was geweest... Ja, want oude schoen, ik heb nieuwe schoen. Maar die knel nog, sorry, die moet ik uitlopen. Maar het kan heel anders kant aflopen. Ja. Als je een beetje op spijt, dan is het al voldoende. Hè? Niet zoveel water erop gooien. Laten we even gaan kijken hoe het wel moet. Zo kan het. Dus dankjewel, Bianca Haber, voor je toelichting. Bart, we gaan naar Kerstboom van Dalen in Winschoten. Ja, nou ja, eigenlijk een beetje tirade. Kijk, weet je, deze nieuw, laten we hopen dat die een langer leven beschoren is dan de kerstversiering in onze provincie. Want dit gebeurde in Beerta. Dit was de Dickens Day. En dit was het, een mooi decorstuk. Maar dat is... vermoeden ze niet door de wind gesneuveld dit weekend, maar door Van Dalen. Ja, het kost €1500, dus ze hebben een beloning van €250 uitgerekend voor degene die tipt wie dit zou kunnen hebben gedaan. Ja, en in Winschoten is het al voor de tweede keer raak in een week tijd. Daar is de verlichting uit de kerstboom op het Oldamplein geropt. Ja, je ziet het hier. De eerste keer kostte dat €250. Nu is de schade vermoedelijk groter. Wel één klein voordeel voor de gemeente Oldambt. Het lijkt erop dat ze de dader in beeld hebben. Oké, dankjewel Bart. Hij is de oudste conciërge van onze provincie. Ik heb het over de 87-jarige Adrie Havermans uit Appingedam. Je zou kunnen zeggen, hij hoort inmiddels bij het meubilair van basisschool De Citer in Appingedam. Maar wie is nou deze, zoals we noemen, super-opa Adrie? Nou, wij liepen vandaag een dagje met hem mee. Dit is niet de gewone opa, dit is... Al 17 jaar loopt super-opa Adrie Havermans vrijwillig rond op deze basisschool in Appingedam. Hier, in deze koffiehoek, schenkt hij koffie en thee voor iedereen. De steun en toeverlaat van deze school was gisteren jarig, reden voor een verrassingsfeest. Hij loopt hier voor dag en dauw rond. 'S Morgens vroeg tot 's avonds laat is hij hier aanwezig. De tractatie stond vanmorgen voor de kinderen ook al voor schooltijd klaar. Dus ja, hij verdient het om even in het zonnetje gezet te worden. De actie slaagde en zelfs zijn koffiecorner heet vanaf vandaag het opa Adrie Houkje. Maar waaraan verdient hij dit? Als kinderen verdriet hebben, ze kunnen altijd bij hem terecht. Het is echt een centraal aanspreekpunt voor de school. Een hele vriendelijke man, positief ingesteld. Een hele lieve, aardige en behulpzame persoon. Hij is heel erg vrolijk altijd. En hij vindt alle kinderen ook heel aardig. De waardering van kinderen naar mij of andersom, de leerkracht naar mij, vind ik prachtig. Vind ik heel mooi.
Kortom, opa Adrie blijft nog wel even. Ik geniet er nog steeds van. En ik moet mijn tijd ook weer opvullen, want thuis zitten, achter, zoals men noemt, achter de geraniums. Nee, dat nooit. Nee. Ja, gelijk heeft hij toch niet achter de geraniums blijven zitten. Nee, echt gelukkig. Nee. Ja, inderdaad. Ja. Ronald, afgelopen zomer hadden wij een quiz, namelijk Woor is dit. Dat was vanaf... Het was een heel groot succes, hè? Juist. Ja. En vanaf vandaag hebben we wel is dit. Ja. Dus dan gaat het om de persoon. We hadden voor is het, dat ging om de plek. En nu is het wel is dit, dat gaat om de persoon. Hebben we trouwens ook een voorbeeldje van hoe dat er ongeveer uitziet. Want Bianca, ik weet niet of jij weet wel dit is. Lijkt heel erg veel op Rob Mulder. Kijk. Dat klopt. Dat is Rob Mulder. Ja, maar dit was ook makkelijk, hè? Dat was makkelijk. Nu gaan we naar de echte opgave. Ja? Die is een stuk moeilijker. Kijk maar. Wel... is dit. Jullie mogen niks zeggen, want dit is voor de mensen thuis. Wel is dit. Stuur uw antwoord naar wel@rtvnoord.nl. En wat kunt u winnen? Een echte Harma Boer autoroetenkraber. Ja, dat mag je hebben, denk ik. De Harma Boer autoroetenkraber. Die wordt populair, ik verspel het je. Ja. Inderdaad. Nou, je kunt het in ieder geval winnen. Stuur uw antwoord dus naar wel@rtvnoord.nl. Heel veel succes erbij. Ja, dit was deze uitzending van Noord Vandaag. Een fijne avond en heel graag tot morgen. Dag. Dankjewel. Waar is Adam? Kijk even.